Yo gast, goed dat jullie weer kijken naar een gloednieuwe video. Mijn naam is Tony Kok en we gaan fucking die packs openmaken. Ik ben namelijk in de Elite 1 geëindigd. Ik hoop op de top 100, maar ik had niet zo heel goed gepresteerd. Ik had maar 34 overwinningen. En de vorige had ik een 39, dus dat is gewoon eigenlijk een beetje minder. En hopen dat het natuurlijk deze week wat beter gaat. Dat we gewoon de 40 overwinningen krijgen. En gewoon helemaal niks verliezen. Dat zou gewoon fucking dik zijn. We gaan gewoon meteen door die fucking packs openmaken. En we gaan gewoon zien wat we eruit gaan krijgen. Hopelijk info Neymar of info Payet. Zou super dik weten. Yo, daar gaan we dan. De fucking pack opening. Let's go, boys. Let's fucking go. Oh, wacht. Ik krijg eerst nog een filmpje te zien. Wat? Elite 2? Ik was Elite 1 geëindigd. Dit zijn de maandbeloningen. Holy shit, ik denk al. 1 premium filter championship pakket. Oké, en 2 tenues. Dat is fucking dik, man, die tenues. Oh, die tenus zijn fucking dik. Die ga ik sowieso gebruiken, jongens. Kijk, nu wel Elite 1. Let's go. Ik denk al, man. Ik denk, what the fuck. Nog maar een pakketje. Woe! En 125k coins. Prima zaken. We gaan gewoon meteen door. Ja, die ga ik sowieso in mijn teampje pompen. Hoppakee, let's go. Waar zijn mijn packies? Oh. Daar gaan we naar de packies. Boys. Pack nummer 1 komt eraan. Pack nummer fucking 1. Let's go! Het is volgens mij geen walkout. Oh, wacht, een hele grote flare. Het is een keepertje. Oh man, ik dacht echt een hele grote flare. Ik denk ik ga echt wat ziek spekken. Oh, is nog Varane. Varane, dat gaat toch wel voor aardig wat. Of is het al de market crash dat hij bijna van niks meer gaat. Gaat IE me ook nog eens even lekker eruit pompen, denk ik. Ja, IE gaat me eruit pompen. IE! Wat doe je? IE. IE. Alsjeblieft, IE. Wat? Drop die beat dan, IE. Let's go. Zie je het werk? Kom aan, daar gaan we. Varane moet toch wel voor iets gaan, toch? Hij had nog geen market crash. Oké, Varane gaat nog wel voor iets. Carrasco. Carrasco gaat volgens mij niet voor heel veel. Maar dat is toch wel 25k. Prima zaken. Voor de rest hebben we niet heel wat gepakt. Nee, voor de rest hebben we niet zoveel. Dan gaan we deze allemaal naar mijn teampje sturen. En dan gaan we door. Ja, doei Bakumba. Bakumbu. Dan gaan we door. Naar pack. Nummer 2. Let's go! Is het een walkout? Weer een grote flare! Holy shit! Het is Miranda. Oh, Miranda is best wel goed. 86 reten, man. Holy shit, dat zijn echt prima packies. Dit zijn prima packies, jongens. Dit zijn prima packies. Oh man, ik heb nog nooit zoveel grote flares. Oh, 21k. Prima zaken. Meenemen. Niks te klagen. Nassi erbij. Prima. Danilo. Dat is helemaal niet verkeerd. Biani. Oké, dit is wel prima. Dit is oké. Ik wil eigenlijk gewoon een walkout hebben, jongens. Twee keer wat ik weer een beetje geprankt met een walkout. Ik denk al twee keer gaan walkout krijgen. Omdat ik van die grote fles kreeg. Maar helaas. Oké, boys. Het moment, jongens. Het moment. De premium team van de week pakket. We gaan het doen. We gaan het fucking doen. Let's go. Het is geen walkout. Wel een hele grote flare. Het is... Walker is oké, man. Het is geen walkout, maar volgens mij verkoopt Walker wel voor iets. Brozovic en Belotti? Oké, Walker gaat voor zo'n 170k. Oké, dat zijn prima zaken. Brozovic. Ik ben toch wel benieuwd hoeveel die gasten gaan. Oh, lol. Niks waard. Niet meenemen. Thuis laten. Ah, yes. Oké. Die wegsturen, oké. Oh, de next one, jongens. Hopelijk nu op een walkout. Volgens mij is Inform Neymar zit er ook in de packs. Dus hopelijk op Inform Neymar zou fucking dik zijn. Daar gaan we dan. Het is geen Inform Neymar, volgens mij. Wel een hele grote fles. Het is Mertens. Driesje Mertens. Er moet toch ook wel voor iets gaan. Hoop ik. Ik wil toch een walkout hebben. Weer Brozovic. Lol. Mertens. Voor wat gaat Mertens... Oh, Mertens gaat toch wel voor rond de 100k, dat is toch prima. Een Hectorretje. Hectorretje, jij gaat voor zo'n 20k.
Ga gewoon meteen aanbieden. Wegwezen. Wegwezen. Let's go. En dan de laatste pack. De Maat Ribas pack. De Premium Fit Champions pakketje. 12 informs. Dan gaan we. Let's fucking go. Het is ook een walkout. Wow. Gekke lichtjes wel. Het is Valencia. 83 rated. Wow, gekke lichtjes wel, man. Holy shit. Wow, ze zijn allemaal helemaal lijp. En Bolo. Die schijnt toch fucking goed te zijn, en Bolo. Holy shit. Allemaal lijpe kaartjes, man. Holy shit. Allemaal lijpe kaartjes. Voor hoeveel gaat en Bolo? Oh, ik kan hem niet eens aanbieden, man. Ik moet ze gewoon houden. Ha, lol. Lol, ik moet al die kaartjes houden, man. What the fuck? Ik kan niet eens verkopen, niks. Wat moet ik met dit soort kaartjes doen? Oh, dat is wel slecht, man. Dat is wel slecht. Ik wil die kaartjes gewoon verkopen. Dat is wel een beetje jammer, dit. Dit is niet best. Dat is niet zo best. Oké, dan maar alle resterende items naar mijn club sturen. Ja, dat is niet anders. Dat is niet anders. Wel een beetje een tegenvallen dat het niet... verkoopbaar is. Dat is zeker jammer. Maar boys, in ieder geval weer hartstikke bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie deze packs ook tof vonden. Ik denk dat ik toch wel heel blij ben met deze packs die ik heb gehad. Het was geen inform Neymar wat ik kon krijgen, maar... Misschien volgende week een hele goede pack en een hele goede walkout weer. Dus in ieder geval jongens, bedankt voor het kijken allemaal. Vergeet niet dat lekkere blauwe duimpje omhoog te doen. En subscribe op die fucking channel. En dan zie ik jullie weer bij de volgende fucking video. Peace fucking out.